Zo, we zijn hier weer bij elkaar. Vorig jaar is het niet doorgegaan omdat Bas en Erik het vergeten waren. En vandaar... Ik dacht, pak ze wel terug. Maar goed, we zijn hier toch bij elkaar in onze kerk. Toch een bijzondere plaats in ons dorp, waar heel veel vreugde met elkaar gedeeld wordt, zoals vandaag, maar waar ook natuurlijk verdriet en pijn ook met elkaar gedeeld worden. En we mogen ons in deze carnavalstijd, met de start van de carnaval hier in Moergestel, even beginnen bezinnen bij onze goede God, die aan de vreugde ligt, de bron van alle vreugde en leven. En mag ik de adjudanten uitnodigen om dit voor te lezen en de kaarsen aan te steken. Licht van goede moed, dat we voortdurend een gezonde, positieve kijk op het leven hebben. Licht in onze gedachten, dat we komen tot nadenken en eerlijke besluiten. Licht van hoop, de hoop op een goede toekomst, de hoop op vrede. Licht in onze harten, dat we ruimte scheppen en plaats maken voor velen. Natuurlijk is het u ook niet opgevallen wat allemaal mensen eigenlijk zeggen rond geld voor een café en geld voor de kerk, nu we daar toch over hebben. Als ze zich klaarmaken om naar een café te gaan, dan zegt men, alleen toch in België zegt men dat, heb je genoeg geld bij? En als ze naar de kerk gaan, zegt ze dan thuis, heb je klein geld bij? Maar het valt allemaal niet zo mee tegenwoordig om elkaar lief te hebben, zoals onze lieve Heer dat vertelde in die eerste lezing. Ik hoorde deze week een bruidspaar nog vertellen, ze waren een tijdje geleden getrouwd, en zegt die vrouw, schat, ik moet je toch iets bekennen. Ik heb iets verzwegen. Ik had het moeten zeggen bij het huwelijk, maar ik heb niet gedurfd. Maar ik ga het nu toch zeggen. En zegt die man, zeg het maar, want ik hou toch van u. Ja, zegt ze, ik ben kleurenblind. Oh, kleurenblind. En ja, zegt die man, ik moet ook iets bekennen. Nu dat we toch bezig zijn, ik heb ook gelogen. Oei, ik kom niet uit Moergestel, ik kom uit Kenia. Zo. Ik heb hier nog een goeie, maar die moet ik overslaan, want de camera staat er en het zou kunnen zijn dat mijn bisschop op mij een donder geeft. Maar goed, uiteindelijk is onze lieve Heer de liefde, de bron. En vergeet hem niet mee te nemen in jullie leven. Maak af en toe een keer tijd voor hem. Wacht geen 2 jaar om hier terug te komen. En voor jullie een plezierige en mooie dagen toegewenst. En we zien elkaar terug om 7 uur aanstaande woensdag in de kapel van Park Stanislaus. Zo.
lang niet overal feest. Grote delen van onze wereld gaan gebukt onder grote ellende. God, ook daar willen wij niet aan voorbij gaan. We willen ons blijven inspannen, zodat ook daar het leven gevierd kan worden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Vrede is ver soms te zoeken. Schenk ons het vertrouwen dat Gij bij ons zijt. Rustig, onrustig als wij zijn. En laat uw nabijheid ons vrede geven. Een vrede die wij kunnen doorgeven aan elkaar. Dat vragen wij u, die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer, beste mensen, zij altijd met u. Dat we het goed maken in ons Pierenwagensrijk, weten we natuurlijk al langer. Al bijna 60 jaar vieren we hier carnaval en nog steeds is het springlevend. Hoe uniek is het dat we in een klein dorp als Moergestel maar liefst 4 carnavalsverenigingen hebben. Elke vereniging met daarbij zijn eigen unieke identiteit, kwaliteit, maar ook eigenaardigheid. In de Parel van Brabant zouden ze daar de vingers bij aflikken. Want dan kunnen ze maar amper 11 personen voor een raad bij elkaar rapen. Maar ja, mensen, dat is het verschil tussen een gat en een rijk. Carnaval is mij overigens met een paplepel ingegeven. De oude Bogaard was the place to be. Wie herinnert zich niet? Lekker aan de rand van de Kuip loeren naar de meiden. Maar net als je denkt, ik heb het voor mekaar, stopt de muziek. En komen de Pierenwaaiers met hofkapel en al in Polonaise binnen. Verdorie, weg romantiek. Maar vooral weg samen naar het pastoorspaadje. En ik moet oplichten. En gelukkig kan dat hier. Ik moet oplichten. Dat ik hier de Pierenwaaiers wel eens voor vervloekt heb. Afgelopen weken hebben we zelf kunnen zien hoe gaaf het is dat zoveel, of dat met Pierengebler en het zouwelen, een nieuwe generatie zijn opwachting maakt. Met nieuwe energie. Natuurlijk moeten we oude schoenen niet te snel weggooien. Maar door op tijd naar nieuwe schoenen te kijken, krijg je ook geen zere voeten. Niemand hoeft in ons Pierenwaaiersrijk alleen te staan. Dus het is tijd om feesten te gaan. Mocht dat ik het goed maakt. Alaaf! De Heer zij met u. Zegen en beschermen u, de Almachtige en onze goede God, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En geef toch nog een applausje voor onze mannen die de muziek hebben verzorgd. Ze hebben dat goed gedaan. APPLAUS.